Op de burgemeester Van Harelaan in Schiedam is vrijdagochtend een ongeluk gebeurd met een tram. De vloer van de tram scheurde nadat het voorste tramdeel rechtdoor reed, terwijl het achterste deel linksaf ging. Bij het ongeluk raakte een vrouw zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moest. Het incident vond plaats bij een van de tramwissels op de baan, die dus blijkbaar plotseling omschakelde. Het gevolg van de foute wissel is dat de tram naast de rails terecht is gekomen. En dat zorgde vrijdag voor een ontregeling van het tramverkeer. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.